Air France KLM heeft een nieuwe topman, Jean-Marc Janaillac. Hij is per 1 juni opvolger van Alexandre de Juniac. Lijkt een beetje op elkaar. Die begin april vroegtijdig zijn vertrek bij de luchtvaartmaatschappij bekendmaakte. Anna, wie is die nieuwe man? Ja, hij was de topman van Transdev. Dat is een vervoersbedrijf. Dat is onder andere het moederbedrijf van Connexxion. Ons wel bekend. En daar stond hij eigenlijk bekend als een harde saneerder. En dat zou ook de reden zijn dat hij dus hier bij KLM Air France is binnengegaan. Hij komt hakken. Vast niet iedereen blij met deze benoeming. Nou ja, er was natuurlijk weer wat gedoe. Want het zou een beetje een vriendjespolitieke kwestie zijn geweest misschien. Ja, want hij is een studievriend van de president Hollande. Dus daar was gedoe over. Een Franse socialist, ja. Oké, en zo gaat het in Frankrijk. We gaan hierover doorpraten met Bart Rijnen op de beursvloer in Amsterdam. Kom maar even in, Bart. Daar ben je. Beleggers blij hiermee? Nou, die zijn er wel een beetje blij mee, zo lijkt het. 0,5% komt erbij hier op de koers van Air France KLM. Nou, in beleggerstaal is dat zoiets als... We keuren het in elk geval niet af. Nee, maar de goede man moet maar beginnen. Het zal een hele klus worden om hier wat van te maken. Ja, dat is wel duidelijk. Hij moet flink aan de bak. Al heeft hij op sommige vlakken duidelijk wel wat meewind. Kijk maar eens mee. Ik heb de koers van Air France KLM vanaf 1 januari dit jaar eens op een plaatje gezet. En dan zie je dat het eigenlijk toch best wel goed gaat op de beurs de laatste maanden. Nou, dat heeft alles te maken met de lage olieprijs. Voor sommige bedrijven is dat een hoop ellende. Maar voor een luchtvaartmaatschappij is het natuurlijk hartstikke mooi meegenomen. Want daardoor wordt de kerosinerekening een stuk lager. Nou, omdat ze dat niet allemaal doorberekenen aan onze consumenten, profiteren ze daar dus in hun winstgevendheid van. En dus ook de beurskoers profiteert daarvan. Dus op de korte termijn ziet dat er goed uit. Maar voor de gein heb ik ook even het lange plaatje meegenomen. En daar zie je toch wel dat het beeld heel anders is. Want dan is de koers echt één lange glijvlucht naar beneden. En dan is het ook niet zo gek dat de laatste maanden... Bart. Een duikvlucht, glijvlucht, ja, kan dat niet? Hebben die gevinkt nog eens goed bekeken? Ja, ik had hem vanmiddags duikvlucht genoemd, inderdaad. Wat is het mooie. Nou ja, het staat er ook boven trouwens. Ja, ja. Ja. Dank je. Bart, komt dit nog goed? Is dit nog te keren überhaupt? Waar begint deze man? Ja, het is eigenlijk een monsterklus. Want wat je ziet is dat Air France KLM natuurlijk wel aan twee kanten klem zit. Op de lange vluchten, intercontinentaal, moeten ze de concurrentie aan met die Arabische maatschappijen. Die zijn toch vaak luxe en ook nog goedkoper, omdat die in staatshanden zijn en dan linksom of rechtsom wel gesubsidieerd worden. En op de korte vluchtjes hier in Europa, ja, daar moeten ze concurreren met de goedkope low-cost carriers zoals Ryanair en EasyJet. En ja, en dat verschil wordt ook wel echt heel groot. Kijk maar eens mee. Als je kijkt wat die bedrijven op de beurs waard zijn, dan is KLM nog maar 2,5 miljard. Dus KLM inclusief Air France. Maar EasyJet al 7,5 miljard en Ryanair al bijna 17 miljard. Dus die trotse Air France KLM, dat wij toch altijd nog zien als de trotse nationale carrier, het grote luchtvaartmaatschappij, is op de beurs eigenlijk nog maar een klein duimpje als je dat vergelijkt met die spelers. Een beetje aan het verpieteren. Dus, ja, dus deze man die zal echt rigoureuze keuzes moeten maken, want nu is het vlees nog vis. Ja, en of die man dat gaat mogen en of hij dat durft of hij het kan, ja, dat zullen we eigenlijk vanaf nu moeten gaan zien. We houden hem in de gaten. Wat voor kwalificatie zou je naar beurs afgeven daar? Als een matte dag, want er komen 3/10 erbij. En dat is de hele dag eigenlijk al zo geweest. 3/10 erbij. Ja, weinig vuurwerk hier. Dankjewel, Bart Rijnen.